Jullie vragen, ik doe. Eater, het spel waarbij je één iets moet kiezen. Iets soms heel moeilijk, maar toch moet je kiezen. Ik ben heel benieuwd, doe gezellig mee in de comments. En like de video, abonneer, want heel veel mensen zijn nog niet geabonneerd. En let's go. Ofwel Spaans leren of wiskunde leren. Wat zou jij doen? Ik zou Spaans leren, because hola, como estás? Is dat überhaupt Spaans? Ik hoop het. Spaans vind ik op zich wel leuk om te leren in plaats van math. Dus Spanish. En mensen zouden eerder math leren dan Spaans leren. Maar het is bijna een 50-50. Dus nice. 21 jaar zijn, dat is mijn leeftijd, of 10 jaar zijn. Wat zouden jullie willen? Als jullie jonger zijn, zouden jullie dan ouder willen zijn? Of zouden jullie jonger willen zijn? Ik wil gewoon mijn eigen leeftijd blijven. Want 10 is jong en ik vond het leuk, maar ik wil liever mijn eigen leeftijd blijven. En wat zeggen de mensen? 81% zou liever 21 zijn dan 10 jaar. Dat is wel een best moeilijke, vind ik persoonlijk. Ofwel, alles wat je eet, ofwel een pizza, of chips, of water drinken, dat het allemaal hetzelfde zou proeven, of helemaal niks proeven. Naar wat zou alles proeven? Als alles naar een pizza proeft, dan kan ik heel prima gewoon fruit eten, maar een smaak van pizza hebben. Ik zou dan liever, als het lekker zou proeven, alles, mijn flesje water drinken die naar cola proeft, of naar een milkshake proeft, en appels eten die naar lekkere pasta proeft. En inderdaad, 81% zou dan toch liever alles proeven dat hetzelfde proeft. Die is niet moeilijk. Ofwel stoppen met YouTube, of stoppen met Facebook. Nou, ik heb Facebook om eerlijk te zijn, maar ik gebruik het niet. En YouTube, hello, I'm making a video, en jullie kijken er nu ook op. Dus ik denk dat ook jullie YouTube zouden zeggen. Even kijken. Oeps, ik heb het fout aangeklikt. Ik bedoelde natuurlijk stop using Facebook. Ik dacht ik moest klikken wat ik zou willen gebruiken. En dat was fout. Inderdaad, 18% zou maar stoppen met YouTube en 82% zou stoppen met het gebruiken van Facebook. Die was fout dus van mij. Ofwel de mogelijkheid hebben om 40 mijl per uur te lopen, 30 km lopen per uur, of een auto hebben. Nou, zo snel lopen lijkt me wel handig, maar ik denk als je anders in zijn geheel geen auto zou mogen hebben, zou ik natuurlijk zeggen een auto, want anders ren je toch, als je dan toch even naar België wil of naar Nederland wil, moet je toch allemaal lopen doen. Dus toch persoonlijk een auto. En toch de meerderheid zou toch liever de 40 mijl per uur willen lopen in plaats van een auto. Only speak in haiku. 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 Only speak the song lyrics. Of alleen maar liedjes lyricsen spreek. Dus love me, say that you love me. Zo praten, bijvoorbeeld. Als je iets liefdevol moet zeggen tegen iemand. Only speak song lyrics. Want geloof me, er zijn zoveel liedjes in de wereld die ik überhaupt al ken. Nou, geloof mij, ik red het wel. Ik red het wel. Niet de mogelijkheid hebben om te zitten, wat ik nu doe, of niet de mogelijkheid hebben om te staan. Nou, weet je wat het ding is? Als je heel lang blijft staan, wordt het vermoeid. Maar ook niet de mogelijkheid hebben om te staan, dan moet je eigenlijk, neem ik aan, altijd in een rolstoel zitten, want je kunt niet staan. Dan zou ik nooit meer willen zitten, want je hebt nog liggen dat je kunt doen. Je kunt nog hurken, neem ik aan. Maar dan kun je wel staan en neem ik ook lopen. Dus niet de mogelijkheid hebben om te zitten. En inderdaad 60%, maar ook nog 40% kiest om beter niet te kunnen staan. Ja, mijn vraag is gekomen. Be a unicorn or be a wizard. Ofwel een magier zijn of een unicorn. Ja, dat moet je me niet twee keer vragen. Be a unicorn, woe! Jullie smeerlappen willen geen unicorn zijn, maar 24% willen een unicorn zijn. Laat mij in de comments weten of jullie een wizard zouden willen zijn, een magier of een unicorn. Let me know. Allergisch zijn aan pindakaas of allergisch zijn aan chocolade? Hey, die is niet moeilijk voor mij. Ik ben niet allergisch van pindakaas, maar ik haat pindakaas of noten. Dus liever allergisch zijn aan pindakaas. En wat zeggen de meesten? Inderdaad, liever allergisch aan pindakaas dan tellen of chocolade. Zouden jullie liever allergisch zijn aan pindakaas of aan chocolade? Ik ben heel benieuwd. Ik denk dat toch de meeste mensen voor chocolade gaan kiezen. Vanwege chocolade eigenlijk super lekker is. Joop, die is er ook heel erg verslaafd aan. Laat ik dat zeggen. De potten Nutella, die gaan erdoor. Maar ik denk inderdaad dat de meeste mensen eerder gaan kiezen om allergisch te zijn aan pindakaas. Alleen leven op een tropisch eiland. Lekker liggen. Kokosnoten, mango's. Die je kunt vragen. Je wilt alleen, dus dan moet je ze zelf pakken. Of met mensen leven in Antarctica. Nou, het ding is, ik ben een persoon die
niet tegen alleen zijn kan. Dus hoe dan ook, waar ik moet zijn, liever met mensen, helemaal alleen. Want geloof mij, ik ga me helemaal alleen voelen. En ik wil niet alleen zijn. Dus met mensen leven in Antarctica. En deze is toch een beetje 50-50. Of wat denk ik mensen het toch moeilijk vinden op een tropisch eiland wonen is mooi. Alleen zijn is ook maar een vak apart. En je moet er maar tegen kunnen. Sommige mensen zouden dat prima kunnen. 50-50 bijna. Ofwel eet je 300 donuts in 4 uur. Nou, dat is niet zo heel veel tijd. Of een glas van zure melk drinken voor 50 euro. Dus ofwel ben je er heel snel vanaf door een atje te doen. Of je eet in 4 uur 300 donuts. En je moet ze echt eten, want anders krijg je het niet. Ik zou natuurlijk toch hem gaan en proberen voor de donuts als ze lekker zijn. En dan zou ik gaan voor de 300 donuts in 4 uur. En dan daarna de dag daarna heel hard sporten en proberen af te vallen. Want jeetje, 300 donuts. Ik wil niet denken aan de calorieën dat daar moeten inzetten. Laat me weten wat jullie van deze video vonden. Laat me weten in de comments op wat ik nog meer moet reageren of wat ik moet spelen. Kom wat leuk vond. Als je het leuk vond, doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En ik zie jullie graag de volgende keer terug bij een gloednieuwe video. Adios!